Bij staatsbesluit is er geregeld dat kwetsbare afnemers in aanmerking kunnen komen voor een korting van 50% op de maandelijkse stroomrekening. Bij de inwerkingtreding van het staatsbesluit in juli 2021 is bepaald dat de 50% korting van toepassing zou zijn op de toen bestaande lijst sociale afnemers van de EBS. In oktober 2021 heeft de Energieautoriteit Suriname, de EAS, een aanvang gemaakt om de sociale afnemers de status te geven van kwetsbare afnemer. Kwetsbare afnemers kunnen zich met een KKF-uitreksel en een digitaal ingevuld financieel overzicht nog steeds aanmelden voor deze regeling via de EAS-website. De Stichting Alternatieve Geneeswijze Grand Tanyi Kondre Mama, SAGK, vindt dat er geen gelijke behandeling van de natuur- en traditionele geneeswijzen bestaat in Suriname. Dit zegt ze omdat de stichting sinds 2020 een raamwet gericht op de erkenning en regulering van de alternatieve en complementaire geneeswijzen in Suriname officieel heeft aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid en de Nationale Assemblée van Suriname. Echter heeft SAGK geconstateerd dat haar burgerinitiatief, dat gericht is op het ontwikkelen van haar eigen sector, geen waardering en ondersteuning geniet van de regering en het parlement. 18 vrouwen uit Mungo en omgeving hebben op 4 november een certificaat ontvangen voor het succesvol afronden van de vaktraining textiele werkvormen van de SAO. De focus lag op het vervaardigen van lakens, kussenslopen en handtassen. De training is georganiseerd door Stichting Be Art, Culture and Sport Empowerment in samenwerking met de SAO en het Bureau Gemeenschapsprojecten van het Ministerie van Financiën en Planning en is gedurende de afgelopen 3 maanden verzorgd aan een gemengde groep, waaronder ook personen met een beperking.